koning die op een ezel reed. De dag voor het paasfeest kwam Jezus naar de stad Jeruzalem om er samen met zijn leerlingen het Pesachmaal te houden. Hij komt, riepen de mensen. Ze liepen elkaar bijna omver, zo snel wilden ze zijn. Al die mensen wilden Jezus zien. Jezus komt, riepen ze naar elkaar. Snel, snel. Iedereen wilde op de eerste rij staan. Misschien konden ze Jezus dan aanraken. Misschien lachte hij naar hen. Daar is hij al, juichten ze. Ze deden hun mantel uit en legden die op de weg. Ze trokken takken van de palmbomen en zwaaiden ermee naar Jezus. Ze wilden dat Jezus naar hen keek. Jezus, riepen ze hard als ze hem zagen. De mensen begonnen te zingen. Leve Jezus, Hosanna, zongen ze. Alle mensen langs de weg zongen mee. De leerlingen van Jezus liepen met hem mee over de weg van mantels. Ze waren zo fier. Kijk toch hoe de mensen roepen, zingen en juichen. En dat allemaal voor Jezus, onze meester, zegden ze tegen elkaar. Wat waren ze blij. Jezus leek een koning. Alleen snapten ze niet waarom Jezus nu op een ezel reed. Die ezel moesten ze voor hem halen in het dorp. Je zult een vastgebonden ezel vinden, had Jezus gezegd. Maak hem los en breng hem naar mij. Nu reed Jezus op die ezel. Was een paard niet beter geweest? Een koning rijdt toch op een paard? Jezus reed naar het tempelplein en stapte van zijn ezel. Boos keek hij naar de drukte om zich heen. Handelaars met koeien en schapen riepen hun beste prijzen. Duivenverkopers klampten de mensen aan en overtuigden hen dat zij de mooiste duiven verkochten. In kraampjes zaten de geldwisselaars druk te onderhandelen. Het was een geweldig goede dag voor de handelaars. Er was veel volk in de tempel en iedereen wou een offerdier kopen. Op een dag als deze konden ze gouden zaakjes doen. Jezus kwam naar de tempel om te bidden. Hij zag hoe de plaats van gebed een marktplaats was geworden. Het maakte hem boos. Het maakte hem woedend. Ga weg, schreeuwde hij naar de handelaars. Met een zweep joeg hij de koeien en de schapen de tempel uit. De handelaars liepen hen snel achterna. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en riep naar de duivenverkopers. Ga allemaal weg. Dit is geen marktplaats. Dit is het huis van mijn vader. De vrienden van Jezus keken verbaasd naar het tafereel. Zo hadden ze Jezus nog niet vaak meegemaakt. De handelaars en de priesters waren woedend. Wat zullen we nu nog allemaal meemaken met Jezus? Riepen ze boos. Wacht maar af. Dit feest blijft niet duren. Hier steken we een stokje voor. Wie meent hij wel dat hij is? Dat hij zich koning laat noemen? Hij doet alsof hij de redder van de wereld is. De mannen roddelden en bedachten plannen om Jezus in de val te laten lopen. Dat mooie liedje van Jezus zou niet lang meer duren.